Voorstelling gemaakt, MP en ik, over de liefde. En dan zou je denken, de liefde, dat hebben we allemaal al wel gehoord, toch? Maar we hebben hem persoonlijk gemaakt, toch? Ja, ik heb namelijk liefdesbrieven gevonden op de zolder. Vanaf dat ja, je niet van jou. Was, of, nee, ja. Niet van mij. Nee, dat zou je wel willen, hè? Van jou? Nee, maar we hebben liefdesbrieven gevonden en dan zijn we lekker op kantoor borduren. En ik heb, nou ja, best wel wat liefdes gehad. Van de zandbak uit tot aan nu. Daar ga ik allemaal over vertellen. Mooie ding. Minder mooie ding, maar dat hoort allemaal bij het leven, toch? Een hele mooie liedjes. Een hele mooie liedjes. We hebben heel veel liedjes vertaald, maar we hebben ook liedjes geschreven. En herinneringen, ja. Dat zijn liedjes in de andere taal. En MP heeft een loopmachine gekocht, dus we hebben niet alleen maar de vleugel, maar ook dat soort dingen. En keyboards. Keyboard. En we gaan gewoon even dieper in op wat liefde voor ons betekent. Wat betekent liefde voor jullie? Dat is ook een leuke vraag. Als jullie het niet helemaal zeker weten, dan kunnen jullie ook komen kijken, toch? Je moet komen kijken. Zo vertrouwd, dit voelt zo vertrouwd, dit voelt zo helemaal. Ja, en we komen allemaal hier. Hier zo. Heel veel plekken. Het is genoeg te kiezen. Ik zou zeggen, neem opa, oma, alle mensen die je vol liefde in je hart draagt, die kan je uitnodigen, toch? Ja, plek genoeg. Ja, plek genoeg. Dus ja, nou. Kom maar naar onze voorstelling Alles is Liefde. Zouden we leuk vinden. Dit voelt zo heel.